We zijn op de jaarlijkse braderie van de kasteelfeesten. Het is ieder jaar gehouden op Hemelvaartdag. Er is er een hoop te zien en we laten u zo meteen ook even kennis maken met de scouting. Spreken met Dirk Boerakker. Hij is hier werkzaam bij de scouting en hij begeleidt de demonstraties vandaag. Wat wordt er vandaag allemaal gedaan? We hebben een groot pionierobject. Daar kunnen kinderen klimmen en proberen aan allerlei toestellen eigenlijk een heel parcours te volgen. En dan nog een glijbaantje naar beneden. We hebben daar een soort luchtkussen wat helemaal dicht is. Eigenlijk een beetje voor de regen. Ja, hier kun je wat kleine spellen doen. Hier hebben we boogschieten, dat hebben we bijna elk jaar. En dit ook. Want dit, ja, je ziet dat het is altijd heel druk bij het broodbakken. Dat doen we ook elk jaar. En een paar andere kleine spellen. Eigenlijk kan alles door alle kinderen gedaan worden. Alleen, scouting is ook kinderen van een jaar of 14 of 16. Ja, die gaan waarschijnlijk niet meer die rups in. Of dat soort dingen. Dus ja, elk spel heeft zo een beetje zijn leeftijdscategorie. Maar het begint een beetje vanaf 5, 6 jaar. En dan kun je bij de bevers eigenlijk kun je beginnen. Je hebt de roverscouts. Dat zijn de scouts van 18 tot 21. En daarna worden ze vaak leiding. Of ze krijgen een andere functie, bijvoorbeeld in het bestuur. Of wat ik doe in een activiteitencommissie. Maar waarom kinderen bij de scouting moeten, ja. Het was mijn leukste tijd van mijn jeugd. Ja, ik heb ook nog muziekles en zo gedaan en sport. Maar dit vond ik echt het leukste. En waarom? Ja, ik weet niet wat er is. Je mag eigenlijk altijd zijn wie je bent. En als je niet zo goed ergens in bent, dan doe je iets anders. Of je gaat even langs de kant zitten als je iets niet leuk vindt. En dat wordt allemaal geaccepteerd. Dus, het is veel buiten zijn ook, hè? Ja, buiten zijn. Ja, je zit veel in het bos en je buiten op het veld en dat soort dingen. Dat klopt. Ik denk ook wel voor kinderen die een beetje hyperactief zijn, dat ze hier ook wel helemaal hun ei in kwijt kunnen, ja. Of niet? Ja, dat klopt. Ja, als je graag dingen onderneemt en je bent graag bezig en ook met andere kinderen, dan is dit echt iets wat bij je aansluit. Ja, het begint bij de bevers. Ze zijn ongeveer 5, 6, net 7 jaar. Dan krijg je de welpen, dat is wel een grotere groep qua leeftijd. Dus van 8 tot en met 11. En dan ga je naar de scouts. En dan heb je scouts 1 en scouts 2. Dus elke keer 2 jaar. Dan ben je ongeveer 15. En dan ga je naar de explorers. En dan zit je daar weer 2 jaar. En dan kun je dus een keuze maken van ga ik de leiding in of word ik een roverscout. Ja, of ik stop ermee. Want dan ben je 17, 18 ongeveer. Ja. En hoeveel leden hebben jullie? Ja, dat wisselt natuurlijk, maar het zit rond de 75. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja. Even reclame maken. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, we kunnen. Dat is ook precies de reden dat wij hier staan. Dat we willen laten zien wat we allemaal doen en dat leren kinderen welkom zijn. Nou, wij wensen jullie nog een fijne dag en bedankt dat je ons even te woord hebt willen staan. Nou, helemaal prima. Dankjewel. Ja,